Right, welkom terug. Meer team en nu over de lumbale wervelzeil. Lumbale wervelzeil heeft heel wat verschillende problemen, zoals je hier op deze mindmap ziet. Ik ben daar net vergeten te kijken bij de heup of dat ik niet vergeten ben, maar bon, we gaan er vanuit van niet. Als er vragen zijn, stel ze gerust. Mag in de Discord server. Ik weet dat ik soms niet helemaal in detail ga. Um, de details zouden, zou ik beter wel doen, <laughs> maar goed, we komen daar uh, later misschien ooit op terug als er vragen zijn. Dus de lumbale wervelzeil, wat gaan we hierover bespreken? We gaan eerst al hebben over de inleiding Eens kijken. 70 tot 80 procent van de mensen hebben lage rugpijn. Dus daar gaat het ook bijna de hele tijd over gaan. Mensen met lage rugpijn. 70 tot 80 procent van de mensen in onze bevolking, zeker in de westerse wereld, heeft ooit last van lage rugpijn. 30 tot 40 procent van de volwassenen hebben elk jaar last van lage, van lage rugpijn. Dus elk jaar opnieuw is er 30 tot 40 procent van de volwassenen die hier last van hebben. Hopelijk acuut en hopelijk niet chronisch. Leeftijdsgroep: voornamelijk 35 tot 55 jaar. Maar kan ook bij jongeren, kan ook uh, op latere leeftijd. Oudere leeftijd: dan zijn het meer vrouwen. Um, daarvoor is het man en vrouw een beetje gelijk. Mannen hebben vaker. oog. excuses. Nog eens, denk ik. Excuses, ja. Dus ouderleeftijd zijn vooral vrouwen, omdat ze meer osteoporose hebben na de postmenopausaal. Mannen hebben vaak radiculaire klachten, met uitstralende klachten van die regio en vanuit de radixen, afhankelijk van de zones. 90% van de lage rugpijn herstelt binnen de zes weken, en daar is geen therapie voor nodig. Wel soms pijnseling, en dat is de enige therapie die we daarvoor gaan geven. Slechts, ja, slechts 10%, minder dan 10% wordt chronisch, maar als we weten dat er 70 tot 80% van de mensen ooit lage rugpijn hebben, is er toch wel veel van dit percentage dat daar nog eens uh, chronisch van wordt. Oorzaken. Welke, welke problemen gaan nu uh, rugpijn geven? We hebben eerder mechanische, dat is eigenlijk bijna altijd mechanisch, Slechts in kleinere mate is al de rest. Ik denk dat dit iets van 70-80% bijna mechanisch is. Er is meer belasting, meer pijn. Dat is puur wat er gebeurt. Dus hoe ontstaat laagbruggepijn? Ik denk dat we het allemaal wel, wel kennen. Van, um, we hebben zware lasten getild, heel een zware dag op het werk. Um, in, in een magazijn bijvoorbeeld, heel veel last, lasten opgetild. mechanisch. Dus, mechanisch klacht door deze last te gebruiken. Um, en we gaan nog meer belasten, dat wat meer pijn geeft. Rust is voldoende om dit op te lossen. Inflammatie, infectieus, tumoraal, neurogeen, musculair en extensiek zijn ook mogelijkheden, maar in veel, veel mindere mate dan de, uh, dan de mechanische. Wel zijn er rode vlaggen aanwezig. En wat wil ik zeggen met rode vlaggen? Wanneer moet dit verder uitgezocht worden? Zoals ik zei, 90% herstelt binnen de 6 weken, daar moeten we niet naar kijken. Het is eigenlijk de 10% die chronisch wordt dat een probleem is. En wat zijn de rode vlaggen, of anderzijds, enerzijds wat zijn de rode vlaggen voor het chronisch worden, of eerder de gele vlaggen misschien, en wat zijn ook rode vlaggen om te weten dat er iets anders aanwezig is dan de mechanische, zijn er bijvoorbeeld een tumor. Wat zijn hier de rode vlaggen? En zijn er eigenlijk eerste episoden voor 20 jaar of na 50? Na 50 wil zeggen, hele tijd goed geweest en ineens heeft de patiënt rugpijn en komt hij daarvoor bij de arts. Als deze daar nog nooit voor geweest is, dan is dit een rode vlag. Bij trauma is er een rode vlag. Waarom? Omdat er een mogelijke fractuur kan zijn van een wervellichaam, uh, en bij een fractuur hiervan. Kan het zijn dat de spina, de, uh, de, uh, de merg, geraakt is met alle zenuwen die erin zit. Wat zeker een probleem is. Als het constante pijn is en wordt erger en erger en erger, is het ook niet zomaar een normaal, uh, normaal iets. Maliditeit in anamnese: stel, we kennen, al een, uh, we kennen al een tumor ergens in het systeem, in het lichaam, en deze gaat uitzaaien naar de wervel. Wat een zeer ernstig probleem is. Osteoporose aanwezig. Als we, kennen, als we de patiënt kennen met een verhoogd fractuurrisico, moeten we natuurlijk bij rugpijn ook hier aan denken. Gebruik van drugs, dat, um, dat meer rugpijn kan geven na fracturen. Gaat fracturen kunnen geven. Regelmatig algemene malaise, onverklaard gewichtsverlies, wat ook weer lijkt op een tumor. Pijn en paresthesieën in het onderbeen. Dus uitstralende pijn zijn radiculaire pijnen. Neurologische uitval moeten we uiteraard ook meteen gaan kijken. Um, is er een teken van infectie of zijn er recente incontinentietekenen? Wat een blokkage geeft van zenuwen. Gele vlaggen is dus het niet chronisch worden. Er zijn risico's opsporen uh, voor chroniciteit. Uh, psychosociale factoren zorgen dat de patiënt nog wel steun gaat nemen en niet door de rugpijn zich gaat verklammen en niets meer gaat doen. Belastingsvermijdend gedrag dus verminderen uh, en screeningslijsten zijn opgesteld om alle verschillende factoren, er zijn er heel veel, alle verschillende factoren binnen laag rugpijn op te sporen. Acute lumbago is een van de meest voorkomende problemen hier, is het verschot, dat is in de volksmond gewoon, ah ik heb het verschot, ik kan niet werken, het gaat echt niet, ik heb echt acuut laag rugpijn. Plots pijn in de lumbale regio met zeer ernstige gevolgen, bewegingsverperking die zeer ernstig is. De patiënt moet in bed gaan liggen en strompelt eigenlijk door het huis om, uh, om iets te kunnen doen. Meestal gaat dit over na rust of voldoende rust. Dat is niet altijd op één dag. Het zal toenemen door activiteit en klinisch onderzoek, onderzoek is vaak onmogelijk. Enerzijds door de pijn, de patiënt laat het niet toe, en anderzijds door verstijving door de beperkte bewegingen. De oorzaak van acute lumbago is vaak onbekend, wel zijn er veel hypothesen. Deze hypothesen gaan toch niets doen aan therapie, dus we maken, het maakt ook niet uit. Daarom wordt dit ook niet verder onderzocht. Het heeft geen nut om te weten wat de oorzaak is. De therapie is toch hetzelfde. We moeten wel oog hebben voor de 10% die chronisch wordt, dus onze gele vlaggen met screeningslijsten. Spontaan herstel na zes weken, hebben we hierboven ook gezegd, 90% van de tijd. Wat is het advies? geruststellen. Rustig aandoen, geruststellen, niet te lang immobiliseren, niet te lang in bed gaan liggen en niets doen. Probeer toch beweging te doen, um, maximaal 1 tot 3 dagen rust en zorg voor comfort. Comfort zowel thuis als op de werkvloer, enerzijds comfort thuis nu in de acute fase met pijnstilling en in chronische setting zijn we um, op de werkvloer van oh, ik heb heel veel zware lasten te tillen, af en toe heb ik het verschot probeer dan op de juiste tiltechniek te ontwikkelen. Door de knieën gaan, rug, rechter rug en zo opheffen, zodat het niet met een voorovergebogen rug de hele rug eigenlijk alle last draagt in plaats van de, alle, alle spieren in de benen. Als het acute lumbago toch persisteert, dan kan er een reevaluatie re volgen met verdere screening, met verdere scans, waarin is in in acute setting niet nodig. Daarom is ook in acute setting de kliniek puur de diagnose. Ah ja, u heeft last van het verschot. Ja, goed, inderdaad, we zien dit en dit en dit. Het is een acute lumbago. Hier is NSAID als pijnstelling. Succes ermee. Succes en rust. Uiteraard wordt niet zo gezegd, maar dat is wel hetgeen dat er gebeurt, dat er moet gebeuren. Musculaire letsels. Er zijn een volgende probleem. Welke musculaire letsels kennen we? We kunnen die in acuut en chronische setting hebben en acuut bij een plotse hefbeweging. Plotse hefbeweging kunnen we een acuut lumbago van ontwikkelen. En met verkramping, verrekking van, uh, verrekking van oppervlakkige rugspieren is een andere mogelijkheid. De therapie rust vermijden van, van de uitlokkende beweging en de spierrelaxans. Dus probeer de, de spier, de specifieke spier, rust te gunnen. Ook in chronische setting kunnen er musculaire letsels ontstaan of zijn en dat is een overbelastingssyndroom. Steeds opnieuw dezelfde spieren overbelasten en gaat letsels geven. In dit geval rust, nogmaals, vermijden van de uitlokkende activiteiten en bij recidive nog altijd weer de spier versterken, de rughygiëne, dus op een juiste tilttechniek, aanpassen van de job indien nodig. Nu, die aanpas van de job is niet altijd mo mogelijk, de werkgever kan hier niet altijd mee lachen. Discus lijden zijn ook verschillende problemen bij. Uh, we hebben de discus bulging, de discus hernia en de discus degeneratie. Dus afbraak van een discus waar we eigenlijk niet echt over in detail gaan. De discus bulging, dus het uitpeilen van een, uh, of een licht verzwakte discus. Um, met een inwendig letsel, zeurende pijn. En eigenlijk alleen de buitenrand van de discus geeft pijn. Dus het is de, binnenrand die de binnenkant die een beetje verzwakt... Eh, waardoor meer druk geeft op de uh, buitenkant en een beetje naar buiten laat duwen. Het is geen volledige hernia, want een volledige hernia is een doorbraak van de, nucleus, of de annulus fibrosis. De nucleus pulposus komt door de annulus fibrosis naar buiten geduwd. En dat is echt een hernia. Hier is het meer een algemeen gedeelte van de, van de discus die wat uitpeilt door een uh, verzwakking. En het geeft pijn, maar alleen de buitenzijde geeft pijn. Discus hernia is een uitstilping van de nucleus pulposus door de scheur. Niet, ik weet niet wat dit hier is. Oké. Okay, van de annulus fibrosus. Dus annulus fibrosus, de buitenrand van het discus. Misschien moet ik daar ook een afbeelding van zetten. Hè. Annulus fibrosus. Oké. Okay. We zien hier de annulus fibrosus die hier loopt. Misschien uh, deze is beter. Ja, oh, dat is een mooie. Hier staat de, een scheur ook in. Dus we zien de nucleus pulposus in het midden en annulus fibrosus rond. Als deze hier doorbreekt, de nucleus pulposus erdoorbreekt of een verzwakking geeft van de annulus fibrosus, waardoor hier een bol op komt te staan, is dit een hernia. De meeste mensen denken aan hernia, ah, het zal naar achter toe, naar hier toe, dit is de, uh, de processus spinosus, de rugzijde van de uh, patiënt. Ah, een, discuss, een hernia is puur dit, is dit hier dat naar buiten breekt. Maar het kan ook naar deze kant zijn, of kan naar deze kant zijn. Afhankelijk van waar het zit, zal het specifieke problemen geven. Als er een discus hernia in deze regio gaat zijn, tot in het mergkanaal, dan gaat daar een compressie zijn van de zenuwen, met alle, uh, alle zenuw tot gevolg met een mogelijke uitval van een bepaalde zenuwen. Een uitstulping naar deze zijde gaat andere problemen meegeven. We gaan eigenlijk voornamelijk over de zenuwletsel spreken in dit geval. Oké. Okay. Ja, ik denk dat dat... O, oh, dat is niet de juiste, dat dat het ongeveer is. Welke discus, uh, discus hernia komen nu voornamelijk voor? En dat is vooral L4-L5 of L5-S1. Dus vooral L4-L5 dan als eerste en L5-S1 als tweede mogelijkheid waar dit voorkomt. De oorsprong van een discus hernia kan traumatisch zijn, dus een plots probleem, door een uh, accident te hebben op onderweg met auto is een mogelijkheid, maar het kan ook degeneratief zijn, door afbraak van uh, de anus fibrosis, of mogelijk van een wervellichaam zelf die uh, die degeneratieve processen vertoont. Het gaat eerder posterolateraal zijn, en daarom ook dat ik dat hier daarnet heb aangeduid. Posterolateraal wil dus zeggen, deze richting uit, uh, staat hier mooi op aangeduid, Poster Posterieur hier, lateraal hier, dus posterolateraal zit hier mooi tussenin en dat is ook waar deze discus hernia naar gaat ontwikkelen. Oké, okay. wat zien we in de kliniek van discus hernia? Een acuut lumbago is een mogelijkheid en deze gaat ook niet altijd overgaan. Dat is een plotse blokkage, hevige lokale pijn, associatie met spierpijn en mobilisatie is hier onmogelijk. Niet gewoon moeilijk, gewoon onmogelijk. Wat is, waarom is dit nu belangrijk? Omdat dit in eerste instantie een acuut lumbago gaat geven, maar het gaat niet altijd overgaan van pijn. En er is dus een onderliggend lijden aanwezig. In chronische settings zien we zuiver progressief zien we dat het vanuit een acute setting uh, progressief uh, chronisch wordt, met opstoten van sommige momenten. In dit geval is het wel eerder een degeneratief proces, en hier zal het eerder een traumatische oorsprong zijn. Dus bij een degeneratief proces zal het chronisch worden, bij een traumatisch zal dit zichzelf nog goed kunnen herstellen of een poging doen tot. Uh, Lumbosacrale regio is dus belangrijk: L4, L5, L5, S1. Hoe gaan we de diagnose van een discus hernia nu stellen? MRI is zeker belangrijk, maar de beeldvorming kan niet in de eerste zes weken omdat er op de beeldvorming een zee, uh, vals negatief kan zijn. Dus het is een moeilijke diagnose. Anamnestisch merken we van het een acute lumbago. Indien nodig, stel dat de pijn niet meteen weg is, kunnen we een beeldvorming doen. Differentiaal diagnose met een gewone, een gewone acute lumbago is moeilijk. Therapie, wat gaan we doen in acute setting? Niets. Volledig niets, pijnstilling geven, conservatief, uh, net hetzelfde als hier eigenlijk, hè, in dit geval. Rustig aan, kalm aan, rustig aan, geen immobilisatie of niet te lang, pijnstilling, uh, rug, rughygiëne en die dingen. Dus in, in acute setting gaan we eigenlijk gewoon puur de acute lumbago behandelen. In chronische setting gaan we wel meer de beeldvorming bekijken en zien van ah, er is echt een hernie aanwezig. We gaan ook conservatief proberen behandelen met pijnsting, zijn analgetica, NSAID's en elektroshocktherapie, Mobiliteit proberen uh, terug teweeg te brengen met kinestherapie, therapie, rughygiëne en operatie als het twee jaar lang aanwezig blijft. De pijn gaat, het gaat langzaam gaan, overgaan. Daarom is het belangrijk om de therapie niet te voorbarig te maken. Als we een operatie doen van een hernia, is er altijd een risico aan verbonden en we kunnen daar complicaties van hebben. Zijn het, uh, ja, nee. Ze uh, dus kunnen complicaties hebben van de operatie zelf door zenuwen die, die geraakt worden ter hoogte van die regio, of we kunnen complicaties hebben puur door de hernia zelf, en dat is dan ontstaan van lumboischialgie of schatiek. Um, waar de um, nervus ischiaticus uh, aangetast is. En dat gaat radiculaire compressie, door van de radiciën in deze regio geven. En de uh, nervus ischiaticus gaat uitstralende pijn geven naar zijn regio. En dat is punt 8, daar komen we zo op terug. Discus, discus degeneratie heb ik dus nog niet echt specifiek aangehaald. Maar deze zit hiermee in de discus hernia. Door degeneratie van de anus fibrosis gaat er een hernia kunnen ontstaan. Door de degeneratie gaat er ook discus-bulging kunnen ontstaan. Ja. Goed, dan komen we hier aan 8 radiculaire pijn of schiatiek vanuit deze regio, vanuit L4, L5S1. Wat zien we? Schietende pijn van rug naar been. Als dit aanwezig is, als die pijn aanwezig is, is het ook vrij diagnostisch voor een uh, nervus ischiaticus probleem of een radiculair. Uh, radiculair probleem ter hoogte van uh, L4 tot S1. Soms zenuwpijn zonder dat rugpijn aanwezig is, en dat zien we dan bij artrose. Vaak uitstraling zonder zenuwprikkeling. Um, dat is een gerefereerde pijn. Meestal niet verder, niet hier, niet verder aan de knie. Het is niet echt brandend en geen vermindering van spierkracht. Ja. Wat gaan we nu bij het klinisch onderzoek doen in verband met de radiculaire pijn? Wat gaan we doen? We gaan de okay. positieve radiculaire test proberen te doen. Dus we gaan de Lasseige test, de Bragaard test, en Waddell. Uh, Waddell is dan om stimulanten op te sporen, want dat is hetzelfde als de Lasseige test, uh, alleen in een andere positie. Als we deze test gaan doen, deze twee, dan weten we of dat de patiënt echt rugpijn heeft of dat het probeert te doen alsof ze om, uh, onder werk uitkomen. We gaan ook de reflexen testen. L3-L4 is de kniepeesreflex en S1-S2 is de achillespeesreflex. Dus ook de knie en achillespezen moeten getest worden in verband met uh, radiculaire pijn. Uh, Controle van sensibiliteit, motoriek en reflexen. In dit geval de antalgische stand, dus vaak uh, pijnontwijkende stand, aanspanning van de paraver paravertebrale spieren. En dat zien we ook. Hè. Als we de patiënt uitkleden, zien we dat daar dat de spieren aan de rugzijde aangespannen zijn, langsheen de wervelkolom. Technische onderzoeken zijn ook mogelijk. En dan zien we een heleboel. Op Rx zien we dat er verschillende standen zijn en dat wordt gedaan bij traumata. In andere momenten is de Rx eigenlijk meestal negatief, dus heeft het geen zin. De verschillende standen hebben we het dan over: drie vierde opname is een voorachterwaartse opname, een laterale opname. Verschillende standen om alles maar mooi in beeld te brengen. Om niets te missen. Een CT is ook uh, mogelijk, maar dan zien we botproblemen veel beter dan wekendelen. De wekendelen zien we beter op MRI. Dus CT is mooier bij een, dan MRI, of voor de botbeelden, Voor de stenoses te bekijken, de spinaalstenose, zijn er dus een compressie van zenuwen die ter hoogte van de, de spina liggen. Uh, ja, dus alle zenuwen eigenlijk die daar doorkomen. Foramin, foraminale stenose met de arteria vertebralis die daardoor loopt. Um, de fracturen kunnen op CT goed gezien worden, tumoren en de discus hernia ook. Voor discus hernia moet er altijd een MRI gebeuren, als dit, zeker in chronische zittingen. In acute weten we dit niet altijd. Wekendelen zijn beter te zien dan botdelen op, en, uh, op MRI, dus als we een vermoeden hebben van een letsel, moeten we dit gebruiken. Zeker bij een discus dus. Mialografie wordt nog zelden gebruikt, dat is eigenlijk een contrastspuit in het ruggenmerg, om te kijken of er, er ergens vernauwingen zijn of onderbrekingen zelfs zijn bij een uh, paraplegie. Discus, discografie kan ook, dat is dus radiopake vloeistof, dus het infiltratie van contrast in de discus spuiten, om deze goed in beeld te brengen in de nucleus. Om te kijken wat er ergens scheuren zitten in de anus fibrosis, zodat de vloeistof naar buiten kan lekken. Dit moet onder volledige sedatie en het is eigenlijk de bron opsporen van pijn. wordt ook niet altijd gedaan alleen als de rest negatief is. EMG, dus elektromio. Ja, dat is elektrostimulatie op de hoogte van de hersenen om de doorgeleiding van de uh, zenuwen te kijken tot aan spier. Dus we gaan of we is EMG. Um, ja, dat is eigenlijk om onderscheid te maken tussen acuut versus chronische problemen: mono versus poly uh, aangedane zenuwletsels uh, en radiculair versus perifere zenuwen. Kunnen we eigenlijk met EMG de onderscheid gaan maken. Maar dit is nadat er al een diagnose gesteld is via andere technieken, gaan we nog eens het onderscheid verder maken om zeker te zijn. Welke aanpak zien we? Conservatief over het algemeen, over het algemeen gewoon rust, pijnstilling. Ehm, dus noods langzaamaan met kinesetherapie terug bijwerken. Relatief rust trouwens, drie weken maximum, maar wil niet zeggen dat de patiënt drie weken vast moet zitten in bed, gewoon rustig aandoen. doen. Pijnstilling kan ook belangrijk zijn, daar zijn we dan paracetamol en codeïne. Codeïne omdat paracetamol op zichzelf niet voldoende werkt. Soms wordt er ook cortisone gebruikt um, om de pijn onder controle te brengen als de paracetamol met codeïne niet voldoende werkt. Oké. Okay. Facetaire problemen kunnen ook voorkomen. En wat zijn nu de facetaire problemen? Is even kijken. Dus hier hebben we de facetgewrichten ter hoogte van hier het wervellichaam. Als er daar een probleem gaat ontstaan, krijgen we dus de facetaire problemen. En dat zijn de, kunnen acuut en chronisch ook weer zijn met uitstralende pijn naar het onderlichaam. Dat kan bij acute lumbago bij een plotse blokkage, dus eigenlijk een. Luxatie van het facetgewricht eh, dat een blokkage geeft en de rug compleet vast komt te zitten. Met kinesiotherapie kan die terug loskomen, dus, ik denk dat er hier ook kinesiotherapie, conditie, spierkracht, dat is eigenlijk allemaal eh, preventiegericht mobiliteit. En we zien dat er ook kinesiotherapie wel aan de pas komt als er over, als er over een subluxatie gesproken wordt. Chronisch mechanische overbelasting en houdingsgebonden als er regelmatig opnieuw die klachten ontstaan of zeker aanwezig blijven. Arthrosis deformans is eigenlijk globale arthrose en dat is eigenlijk verdwijnen van de discushoogte in het geval van de wervelzeil. Wat zien we? De discus die wordt uitgedroogd. Oh, sorry, mijn neus zit volledig dicht. Leuk altijd. Um, dus we zien globale arthrose met verdwijnen van discushoogte door de discus die uitgedroogd wordt. uitgedroogde discus zal verkrimpen zal krimpen met osteofieten die toe gaan nemen om toch maar de druk op te vangen. Het zijn geen syndesmofieten. Syndesmofieten gaan een vergroeiing geven en gaan een blokwervel geven. Dat is niet het geval bij osteofieten die dan aanwezig zijn bij artrose. Als, in het, als de osteofieten in het neuroforamen komen, dan gaan we hier weer. Uh, ja, dat is hier dus al niet duidelijk. Hier gaat het duidelijker zijn, als het wilt tonen. Hier het neur uh, neuroforamen, Naast, uh, daar loopt ook zenuwen door. Uh, als daar een, uh, zoals u ziet hier, van de nervus spina, uh, spinalis, gaat hier aftakken en door het neuroforamen lopen, dan gaat daar ook een compressie kunnen geven en gaat zeer ernstig zijn als daar een verkalking of verbening is van de structuur. Het is eigenlijk vooral, komt vooral door ouderdom. We kunnen opereren eventueel, maar dat is niet altijd aangewezen. Complicaties een vernauwing van de tussenwervelschijf, vernauwing van het spinaal kanaal en foraminaal kanaal zijn mogelijk met claudicatio, neurogene claudicatio, en radiculaire klachten. Lumbale wervelzeil, als daar een um, artrose ontstaat specifiek op limbale zij uh, hoogte, gaan we een mechanisch klachtenpatroon geven. Af en toe inflammatoire opstoot en de diagnose is nog altijd klinisch. Dus nog altijd dat, de, uh, dat we de patiënt onderzoeken en merken: van oké, okay, er is artrose aanwezig, dus die mechanische klachten met uitstraling. Af en toe inflammatoire, wat dan weer het beeld een beetje verstoort van de mechanische klachten. Um, en de diagnose blijft dus op die manier. Beeldvorming wordt wel gedaan, zijn er dus de uh, RX, mogelijk MRI, maar meestal Rx'en, en uh, CT. Om uit te sluiten dat er geen ander probleem aanwezig is. EMG wordt alleen gedaan als er radiculopathie is, om te bepalen waar het probleem zich bevindt, dus radiculair of perifeer. Welke aanpak? En dat kennen we eigenlijk van de gewone artrose, is conservatief, is zo lang mogelijk conservatief, is pijnstillend, is rust in sommige mate. Uh, is rugschool om de juiste manier. Te tillen om te voorkomen dat het nog ernstiger wordt. Spondylolyse um, is ook een, een probleem. Het is eigenlijk een defect van de pas interarticularis, en dat is de belangrijkste oorzaak van pijn bij kinderen of rugpijn bij kinderen. Wat zijn de oorzaken van spondylolyse? Het kan congenitaal zijn, kan een uh, stressfractuur zijn en gaat problemen geven, mechanische problemen geven aan de lumbale zijde en nooit neurologisch. Als er neurologische uh, klachten zijn, dan is er geen spondylolise, is er geen afbraak van het, uh, het verteb uh, vertebraai, van het wervellichaam. De diagnose is een rix in drie vierde opname en een hondje als has, want, en dit wou ik tonen, juist, um, hoe gaat het hier opstaan? Dus, uh, spondylolise gaat dat, spondylolise gaat dat hier mooi staan. Ik denk dat ik het al een keer getoond heb. Maar dat is wel, het is echt een mooi beeld, vind ik zelf, om te zien. Een drie-vierde opname. Oh, nee. Maar hier staat wel Homs. Nee. Het sta, ik, ik zie het niet meteen staan. Nu. Op een drie-vierde opname zien we eigenlijk een mooi... Hondje, um, ja, misschien op Google zelf, Google. Spondilo, Lise, hond Nee, dat is het niet. Mm. Drie, vierde opname. Ik weet dat uh, het er mooi uitziet en we gaan hier eigenlijk op de Eric's. Is het hier in de Nee. Het staat hier niet mooi op. Misschien ja, ooit dat ik het nog wel eens vind en dat ik er nog aan um, het licht Het is heel mooi te zien dat er een onderbreking is van, het, uh, van, de, met, uh, van de vertebra van de vertebra van het wervellichaam. Waardoor we dus een halsband zien op iets dat lijkt op een hondje op deze drie vierde opname. Een zeer mooi beeld. Wat gaan we van behandeling kunnen geven? Conservatieve behandeling, nog steeds spierversterking. We gaan zorgen dat de spier voldoende sterk is om de Spondylolyse te overwinnen en deze opnieuw te laten aangroeien. Dus we gaan proberen conservatief te houden, eventueel heelkunde is mogelijk um, met kyfoplastie om uh, het wervellichaam te laten opgroeien. Oké. Okay. Dat was het over, het over de lumbale wervelzeil. We gaan, morgen, of nee, we gaan straks voort met knie. Um, en ik ga meteen ook de zenuwletsels doen van bovenste ledematen straks. En dan morgen gaan we door met de bovenste lidmaatpathologie, die eigenlijk daarvoor komt, maar een zeer lange uh, PowerPoint is. Nu, dat, dat zien we dan straks weer. Ik hoop dat jullie het nu interessant vonden. Ja, klopt. Nou, ik hoop dat jullie het interessant vonden. Als er vragen zijn, mogen ze steeds gesteld worden, zowel op YouTube als op Twitch, als in de Discord-server. Ik ben aanwezig wanneer mogelijk. Um, dan zie ik jullie later weer voor meer study stream. Bedankt voor het kijken en tot volgende.